Ja, dus je houdt wel steeds een uitdaging in je werk en steeds vernieuwing. En nu zijn we bezig met car wrapping. Zoals het zonnekapje, zo was de hele auto. Helemaal met folie. Ja, dat was wel gaaf om te doen. Je blijft maar bezig. Het is niet zo dat je op een gegeven moment een kunstje kan en constant maar uitvoeren. Als je binnenkomt als stagiaire, dan ga je in principe als eerste de werkplaats in. Ja, en op een gegeven moment zeggen we van nou, zet maar eens een tapeje op een auto. Plak maar een stekje op een auto, krijg maar eens dat gevoel. Je moet er wel voor gaan. Kijk, en sommige dingen kan je niet de eerste dag. En misschien is dat wel frustrerend. En tot je achter met folie moet beginnen en alleen maar uithalen. Tot je denkt van ben ik hiervoor gekomen. Ik ga dit allemaal met handje uitsnijden. Daar word je niet vrolijk van. 500 stickers. Maar je moet dat gevoel voor die folie hebben. En dan kan je een keer achter de computer, want dan weet je waar je mee bezig bent. Dus denk ik wel gewoon belangrijk dat je er zin in hebt. Dus rustig aan erin gerold. Toen de vakanties, mijn stage, ja, klaar met school. Ik zeg van nou, hier wil ik wel werken. Lekker met de handen. Het is een heel leuk bedrijf, dat ten eerste. Je bent van alles aan het doen. We hebben het meeste onszelf geleerd en ook zelf handigheidjes bedacht. Om bijvoorbeeld bij zo'n trailer, nou, als je daar een rechte lijn op wil bepalen, nou, hoe doe je dat? De eigenschap dat je creatief moet zijn, inventief. Je moet gewoon met mensen om kunnen gaan. Je moet gewoon flexibel zijn. Dat is het belangrijkste. En willen werken.